Even kijken. Welkom allemaal, iedereen die binnenkomt. Ik zie dat iedereen rustig opstart. En we gaan zo van start als het grootste deel van de groep er is. Ik zie dat we in ieder geval met een grote groep zijn. Dus we gaan starten en dan kan de rest rustig binnenkomen. Dus welkom allemaal bij onze OZJ Zoomer School. We lopen al bijna tegen het einde van de zomer aan. We hadden al net een gesprek over weer terug naar de middelbare school, et cetera. Dus de scholen gaan weer van start. Maar wij hebben nog een aantal mooie sessies staan. En wij organiseren vanuit het ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd deze sessies. En wij zijn eigenlijk actief op lokaal, regionaal en landelijk niveau om te komen tot een lerend jeugdstelsel. Waarbij we willen komen tot betere hulp en ondersteuning voor kinderen en gezinnen. En dat eigenlijk allemaal vanuit het versterken van het gewone leven. Nou, daar gaat vandaag ook over, want wat is dat nou eigenlijk? En normaliseren, demedicaliseren, het zijn allemaal grote woorden, maar wat is dat nou? En daar gaat Bert Wiene ons vandaag in meenemen. Hij gaat zich straks zelf ook nog even voorstellen. Eerst zal ik nog even wat technische snufjes uitleggen, want we zijn in de webinarfunctie en dat houdt in dat we twee soorten mogelijkheden hebben tot interactie, namelijk de chat. Daar kunnen jullie, als wij straks input vragen, in reageren. Dus dat zie je staan, zie je chat. Zorg er dan voor dat als er staat naar wie het stuurt, dat er ook staat niet alleen all panelists, maar ook alle aanwezigen, want dan kan iedereen meelezen. Ook als je een vraag hebt of over de techniek of over het geluid of iets, stel de vraag even daarin, dan hou ik dat in de gaten. Mocht je inhoudelijk een vraag hebben, dan willen we jullie vragen om het in de Q&A te zetten en dat staat ernaast. Waarom daar? Omdat iedereen die vragen kan zien en we dat ook straks mooi op kunnen slaan. Jullie kunnen dan ook op elkaar reageren en zo blijft dat in een mooi overzicht. Nou, dat is voor mij eigenlijk het technisch deel. En dan geef ik nu graag het woord aan Bert. Ja, Amber, dankjewel. Het is toch wel een beetje gek dit. Dat ik gewoon weet dat er ergens in Nederland allemaal mensen naar me zitten te luisteren die ik niet kan zien. En wat ook gek is denk dat dit mijn eerste lezing is in korte broek. Maar ja, dat kunnen jullie dan weer niet zien. Hey, waar ik het over wil gaan hebben is, nou dat hebben jullie gelezen, anders had je hier niet op ingeschreven. En ik heb eigenlijk twee beelden, namelijk de olifant en de speedboat. En we gaan het wat hebben over het fenomeen normaliseren, demedicaliseren. Ik neem jullie daarin mee en ik hoop daarin wat fenomenen te laten zien, wat gedachten met jullie daarin te delen. En ik hoop ook in te gaan op dingen die ondertussen op de chat of de Q&A voorbij komen. Ik ben Bert Wiener dus, werk op de Hogeschool Windesheim. Associate Lecturer, doen allerlei onderzoek naar de vraag hoe het nou kan dat er steeds meer kinderen zijn die zorg nodig hebben. We denken na over deze thema's, normaliseren en demedicaliseren. En om gewoon in de praktijk te kunnen werken, werk ik ook een aantal dagen voor mezelf. En werk ik soms voor gemeenten, soms voor het onderwijs, andere keer voor samenwerkingsverbanden. En ik heb in het verleden, ik heb in de jeugdhulp gewerkt, ik heb in het onderwijs gewerkt. En ben zodoende langzamerhand in het onderzoek verzeild geraakt. Nou, ik zei al, ik heb deze twee beelden vandaag, de olifant en de speedboat. Nou, ze komen straks wel voorbij. Ik ben wat kritisch op het grote aantal kinderen wat zorg nodig heeft. En daarmee ook best wel kritisch op zeg maar het fenomeen jeugdhulp in algemeenheid. Maar ik doe dat vanuit deze optiek, namelijk de vraag, als we steeds meer aandacht gaan hebben voor kinderen aan de voorkant van ons jeugdhulpstelsel, hebben we dan straks nog wel ruimte en kennis en ontwikkeling aan de achterkant? Zeg maar die kinderen en die gezinnen die gewoon die echte zorg nodig hebben. Die bijvoorbeeld psychiatrisch echt een ziekte hebben. Nou, dus daar zit een groot deel van mijn zorg. En dat is een beetje wat Jim van Os hier over de GGZ in algemeenheid zegt. Richten we ons niet te veel op de makkelijk behandelbare. Terwijl degenen die echt die zorg nodig hebben, dat niet krijgen. En dan wordt al vaak de term demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren. Ik heb ze hier even rood gemaakt.
dit is namelijk een deel wat bij de jeugdwet hoort. Dat demedicaliseren hebben we dus ook niet bedacht, of is ook niet een stokpaardje. Het is gewoon doelstelling 2 van de jeugdwet. Ik moet alleen vaststellen dat er heel veel over wordt gesproken, maar dat er eigenlijk heel weinig bekendheid is over wat dat nu is. En daarover is ook wetenschappelijk nog niet eens zo gek veel geschreven. Nou, ik neem jullie wat mee in wat gedachten. Die termen kunnen niet losgezien worden van de term transformatie. Ook zo'n grote overkoepelende term. Je komt het bijna in alle beleidsplannen wel tegen. En voor mij, om het ook wat in te kaderen vandaag, zijn dat eigenlijk deze twee dingen die onder dat transformeren horen. Je allereerst afvragen, waarom is dit nou in het hier en nu een probleem? En ook de vraag, zijn er andere oplossingen voor het probleem dan we tot nu toe hebben bedacht? Nou, daar zit voor mij die transformatie in. En als je dat dan goed wil doen en je wil over dit thema nadenken, dan is het belangrijk, denk ik, om een soort van startpunt te hebben. Hoe kijken we nou aan tegen ontwikkeling van kinderen? En heel erg kort door de bocht, want hier valt natuurlijk veel meer en veel genuanceerder iets over te zeggen. Maar voor mij is die ontwikkeling in ieder geval iets wat tussen deze twee polen gebeurt. Aan de ene kant de pol van de identificatie en de andere kant de pol van de separatie. En de identificatie begint direct als je geboren wordt, gaan de ouders tegen je spreken. Er ontstaat interactie. Later worden dat ook anderen waaraan je je identificeert, je idolen of leraren of de politieagent. Dat wat van buiten komt, dat internaliseer je eigenlijk tot je eigen identiteit. Nu bijvoorbeeld ook social media een heel belangrijk element. Aan de andere kant is die separatiepol, dat is namelijk dat je loskomt van je eigen identificatie. Dat je je eigenheid gaat ontwikkelen. En daarover zijn best wel interessante dingen te zeggen over die separatie. Bijvoorbeeld dit. Hoe we nadenken over die separatie, dat verschilt nogal. En separatie, denk bijvoorbeeld aan het voorbeeld van een kleine kleuter die in de gangpad bij de Jumbo spartelend op de grond ligt. Een puber die zich losmaakt uit huis gaat en een nieuwe identiteit ontwikkelt. Nou, dat is die separatie. Vroeger, als je de oude literatuur leest, dan noemden we die periode van 2 jaar, waarin een kind heel vaak achter elkaar ik en nee gaat zeggen, noemden we de trotsperiode. Dat vonden we een belangrijk moment in de ontwikkeling van kinderen. Nu vinden we dat de terrible two. Het is vreselijk wat je overkomt als je kind 2, 3, 4 of 5 wordt, want dan gaat die ik en nee vaak achter elkaar zeggen. Maar gelukkig, en dat is dan best wel interessant om eens gewoon te kijken wat bladen daarover schrijven, bijvoorbeeld de FAM, daarin staan in ieder geval 10 dingen die je moet weten voordat je kind die terrible two fase bereikt. Nou, denk je dat je alles gehad hebt als kind 2 wordt, maar terrible two is erg, maar een 3-jarige peuter is nog veel erger, staat in dit blad. En zo zie je eigenlijk heel mooi hoe langzamerhand ook het denken over verschillende fases van kinderen enorm verandert. In ieder geval als het over die separatiefase gaat. Als we nou eens kijken naar die identificatiepol. Dus zeg maar het idee dat wat van buiten komt, wat van buiten wordt aangereikt, de beelden van buiten, dat wordt geïnternaliseerd tot je identiteit. En dan kunnen we een aantal van die elementjes vandaag eens wat verkennen. Wat is dat dan wat van buiten komt? En dan wil ik eerst even kijken naar het fenomeen gezondheid. En dit is een rapport van een belangrijk adviesorgaan van de overheid in 2002. En in 2002 vroegen we ons eigenlijk af, hoe kunnen we dat ongezonde gedrag van burgers ombuigen naar gezond gedrag? En een belangrijke vraag, wie is daarvoor verantwoordelijk? Wie is er nou verantwoordelijk voor gezondheid van onze burgers? Zo vroegen we dat ons in 2002 af. In 2010, 8 jaar later, was het antwoord er. Hetzelfde adviesorgaan. En als je dan leest hoe dat rapport in elkaar zit, dan staat er in ieder geval dit. Ik heb het in rood even gemaakt. Hier wordt gesproken over de eigen verantwoordelijkheid. U bent dus zelf verantwoordelijk voor uw gezondheid. Het betekent ook dat de burger meer zelf moet betalen voor zijn zorg. Maar ook, let wel, hij wordt ook beloond voor gezond gedrag. Dus in 8 jaar tijd hebben we daar een verschuiving in gemaakt. Wie is verantwoordelijk? Oh ja, u zelf. U bent zelf verantwoordelijk voor uw gedrag. En in 2013, het Centraal Planbureau, voegde daar nog een element aan toe. Want stel nou dat je wel ziek wordt, of misschien wel, als je die laatste rapporten leest, de keuze maakt om ziek te worden. Hè, de verkeerde keuzes maken waardoor je ziek wordt. Dan is het ook nog belangrijk dat je samen met de arts bewuste keuzes kunt maken over je gezondheid. Dat zie je heel mooi terug. Het gaat om bewuste keuzes over gezondheid. Een beetje het idee van ja, gezondheid is dus een keuze. Als je ziek bent geworden, heb je waarschijnlijk ergens de verkeerde
keuze gemaakt, 2013. En in 2019, dan zie je het nog verder ontwikkelen, het Nationaal Preventieakkoord. Daarin wordt al niet meer gesproken over bewuste keuzes, maar over gezonde keuzes. En jong en oud worden gestimuleerd om gezonde keuzes te maken. He, dus langzaam dat vat het idee, Post, dat u zelf verantwoordelijk bent voor uw gezondheid. En mocht u dan toch ziek zijn, dan ligt dat waarschijnlijk aan verkeerde keuzes. En dan moet u de goede keuzes maar met uw arts gaan maken. He, dus zo zijn we langzamerhand gaan aankijken tegen het fenomeen gezondheid. Dus een belangrijk beeld waarin kinderen nu dus ook opgroeien. Een beeld wat we ze meegeven. Een beeld wat we normaal zijn gaan vinden. Nou, nog een ander element in dat beeld, dat is bijvoorbeeld dit. Als je op de voorpagina van de Kidsweek kijkt, een poosje geleden, dan valt op dat die voorpagina helemaal vol staat met wedstrijdjes. Allemaal wedstrijdjes. Hè? Dus het gaat om de beste zelfgemaakte foto. Kampioen burlen. Ik ben nog niet achter wat dat precies is, overigens. Het WK Fortnite. Hè? Dus allemaal wedstrijdjes, wedstrijdjes. Schijnbaar vinden we wedstrijdjes voor kinderen van belang. Dat zie je overigens ook in het onderwijs. Hè? De beste profielwerkstukken. Niet alleen maar een voldoende voor je. Nee, ook nog de beste profielwerkstukken. En natuurlijk, dan blijft het VMBO niet achter met wie heeft de beste vakman. En ik snap het allemaal wel, hè? Het is ook best wel logisch. Maar het is schijnbaar een belangrijk element, een belangrijk kader waarin kinderen opgroeien. De beste zijn. En nou, dat zet zich dan ook wel door als je bijvoorbeeld in het basisonderwijs kijkt. Hè, het belang van het goed presteren op de CITO-toets. Ja, je ziet hier links... een CITO-driedaagse waar je kinderen optimaal kunt laten voorbereiden op het goed presteren op de CITO-toets. En als je dat wat al te gortig vindt, ook interessant, waren die 4, 5 en 6 januari van het jaar de laatste 3 dagen van de kerstvakantie. Ja, dus er zaten de laatste 3 dagen van de kerstvakantie kinderen bezig te zijn met het optimaal presteren op de CITO-toets. Of als je dat wat al te gortig vindt, kan je ook nog de opgaves op bol.com kopen, zodat je thuis flink kan oefenen om het kind het optimaal te laten doen. Nou, als we dat nou eens even samenvatten en dan gaan we eens even kijken, kent u dit programma allemaal? Ja, nu zeg je niks terug, hè? Normaal gesproken zie je dan, ja. Nou, dit is in ieder geval The Voice of Holland en dat is het dus ook voor kinderen. En dat weerspiegelt eigenlijk heel mooi een aantal van deze normen. Hierin laten we namelijk zien dat kinderen het pas waard zijn om aangekeken te worden als ze presteren. En als je niet presteert, dan blijf je gewoon met de rug er naartoe zitten. En hierin worden kinderen mooi aangekleed, onder het licht gezet en tegen elkaar opgezet. Want het moet namelijk wel een wedstrijd zijn. De battles, hè? De tweede ronde. En als je het goed doet, dan mag je op de mooie stoel bovenin gaan zitten. En als je het niet goed doet, mag je via de achterdeur naar huis. En als je het goed doet, krijg je een vast contract en een auto. En dat vinden we dan allemaal volstrekt normaal. Daar kijken we dan op vrijdagavond, tenminste wij af en toe thuis. Daar kijken we dan naar met je kinderen. Daar zitten een paar van die hele belangrijke elementen in, van wat we schijnbaar normaal vinden. Hè, die norm van wees een gezond individu, die bovendien de goede keuzes maakt. En wees succesvol. Hè, je moet gewoon goed zijn. En wees een winnaar. Hè, je ziet vaak ook bij het programma waar ik net over had. Dan mag je dan even achterkijken. Er zitten al die kandidaten vrolijk met elkaar te doen. Maar heb het wel leuk. Maar zorg wel dat je beter presteert dan hen. Hè? Dus die normen, die normaliseren. Dat wat we normaal vinden. Dat waar kinderen zich aan spiegelen. Hun identiteit aan ontwikkelen. Daar zit dit in ieder geval in. Dus als we willen nadenken over normaliseren. Dan zouden hier wel eens een aantal aanknopingspunten kunnen liggen. Maar stel nou dat je aan dat alles niet kunt voldoen. Je bent gewoon niet de beste. Of je bent gewoon niet helemaal gezond. Je voelt je gewoon niet helemaal goed. Of het gaat op school gewoon niet lekker. Dan sluit ik aan bij wat hier Paul Verhagen zegt. Een kind dat het slecht doet op school is een regelrechte ramp. En zelfs een persoonlijk falen van ouders. Of leraren of kinderen. Het idee dat je daar nog verantwoordelijk voor bent ook, dat is dus vreselijk. Nou, wat doen we daar dan mee? En zou het zo kunnen zijn dat door die normen en door die beelden die we op kinderen afsturen met elkaar, dat er steeds meer kinderen zijn die eigenlijk denken, ja, hier kan ik niet aan voldoen. Of ouders die denken, ja, mijn kind is niet de beste. Nou, laten we nog eens even op dat spoor wat doorgaan. Ik weet niet of u dit kent, maar ouders met kinderen op de basisschool,
Die bovendien een app gebruiken. Ik weet niet of ik die naam al mag noemen. Een app gebruiken. De Perro app heet dit. Nou, en daarin houden de leraren zeg maar bij hoe de kinderen het op de bepaalde toetsen doen. Nou, er is op zich niet zo gek veel mis met toetsen. Het is voor leraren ook heel goed om af en toe te weten waar het kind staat. Maar wat wel opvallend is, is dat als je kind zeg maar in de laagste categorie scoort, dat deze app dat automatisch presenteert aan ouders als rood. En als er iets, zeg maar, rood is en je bent als ouder erg begaan met je kind, we gaan er maar vanuit dat de meeste ouders dat ook gewoon echt zijn, dan ga je al, als je een hele poos deze rode vakjes krijgt, jaar op jaar op jaar, denken, zou er misschien iets met mijn kind aan de hand zijn? Want de andere scoren blauw bijvoorbeeld. Of mijn andere kind heeft de basisschool doorlopen met alleen maar blauwe vakjes. Is er wat aan de hand? Hè? Dus er zit er ook niet iets in de manier waarop we communiceren, bijvoorbeeld met ouders, zonder dat we dat altijd bewust doen, met het afwijken van normen. Nou, en let wel, dat is wel van belang om altijd weer goed te weten, dit zijn altijd relatieve normen. Want, en dan sluit ik aan bij Louise Elvers, die een prachtig boekje heeft geschreven over de bijlesgeneratie. Ze legt dat ook wel heel mooi uit. Niet de absolute, maar de relatieve prestaties van leerlingen zijn van belang als het gaat om het kiezen van welke onderwijsroute iemand moet gaan volgen. Want de normen worden altijd zo aangepast dat ongeveer hetzelfde aantal kinderen straks op het VWO terechtkomt of op het VMBO terechtkomt. Dus het zijn niet eens normen ten opzichte van een vastgestelde norm of ten opzichte van het kind zelf. Maar het zijn altijd relatieve normen. Het gaat dus altijd tegen elkaar op in die populaties. Daar moeten we ons goed bewust van zijn als we nadenken over normaliseren. Ik weet niet, ik heb de chat nog niet helemaal openstaan. Kun je eens even, wat zien jullie hier? Reageer eens even in de chat, wat zien jullie hier? Drink ik even een slokje water. Trotse moeder, kind, blij baby, ja, mooi, ja. Kind had plezier met zijn ouders, ja. Ja, ja, en met medaille, ja, daar komt hij. Medaille, wat zou dat voor medaille zijn? Wat is dat? Een baby die eindelijk naar de camera lacht, ja, precies dat. Direct op Insta, ja. Een GPS-tracker, ja, klopt, dat is het ongeveer. Wat we hier zien namelijk is een Starling. En dat apparaatje wat deze leerling, wat deze baby op zijn of haar borst heeft, dat staat in rechtstreeks contact met de mobiele telefoon van de vader en moeder. En het meet of de ouders wel genoeg praten tegen het kind. En het meet of het kind wel genoeg daglicht krijgt. Het meet continu zeg maar, of het kind het wel goed doet. Of de context wel optimaal dat kind tot bloei brengt. En als je dan, dit is gewoon te koop in Amerika. Ik was onlangs eens op zoek naar wat is er nou nieuw als het gaat om kinderen. Dan zie je dat deze reclameboodschappen erbij worden verteld. Vooral even naar die hele grote kijken. We gebruiken namelijk technologie om kinderen een concurrentievoordeel te geven. Een competitive edge. En als je deze site bekijkt, dan zie je ook ouders die dit kopen om hun kinderen optimaal voorbereid te laten zijn op het basisonderwijs. Dus elke dag kan een ouder zo precies zien of er wel 3000 woordjes worden gesproken op een dag. Want dat moet een kind namelijk hebben om toegang te krijgen tot... Nou. Dus hier zie je iets hoe we daar dus schijnbaar mee omgaan. En ik denk ook dat dit een mooi symbool is voor dit element. Namelijk dat, we hadden het al over de keuzes voor gezondheid. Het idee dat het echt goed moet gaan met het kind en dat het ook in de competitie goed moet gaan, dat we heel veel ouders zien die eigenlijk bang zijn, en misschien bent u er zelf ook wel een van, ik herken er namelijk wel wat van bij mezelf, om de verkeerde keuze te maken. Stel nou dat je door jouw toedoen, doordat je te weinig woordjes hebt, doordat je door jouw gedrag hersenen niet optimaal tot bloei brengt, of allemaal van dat soort dingen, dat het kind daardoor het later niet goed doet, het niet goed presteert, of anders is dan anderen. En wat ik nu even laat liggen is dat met deze manier van denken, vanuit het hele kwetsbaarheidsdiscours ook rondom kinderen,
dat daarmee ook de rol van ouders verandert. Hè. Ze worden steeds meer een instrument om een kind later het goed te laten doen. Dat laat ik nu even wat het is, maar even van belang in dat hele normaliseren en demedicaliseren. Ouders zijn best bang, zijn best angstig om verkeerde keuzes te maken. En daar staat nog een ander perspectief tegenover. En dat is het perspectief waarin de overheid dat lijkt te bevestigen. Want als je bijvoorbeeld kijkt dat de overheid met de beste bedoelingen, bijvoorbeeld rondom de 1000 dagen aanpak, uitstraalt naar ouders, ja, opvoeden dat kunt u ook helemaal niet alleen. Daar heeft u ook echt wel professionals voor nodig. He, daar heeft hij zelfs wel een beetje overheid voor nodig. He, dus daarmee wordt die angst ook niet direct helemaal weggenomen. En de overheid stimuleert het spreken in medische en psychologische taal. He, het aanmoedigen van dat psychologische discours. Ik heb hier onder dat plaatje van het is oké, maak depressie bespreekbaar. Nou, daar is op zich niet zoveel mis mee natuurlijk met zo'n campagne. Maar daarmee kiest de overheid er wel voor om in medische termen te spreken over fenomenen die in de maatschappij zich voordoen. En de overheid blijft maar stimuleren, en misschien nu wel wat uitvergroot, en nogmaals, dat snappen we allemaal wel, maar het is natuurlijk wel een belangrijk element. Gezond zijn is een kwestie van de juiste keuzes maken, en dat moet je zelf doen. En misschien ook wel, als je in gemeenteraden kijkt, waarin er wordt gezegd, geen kind tussen wal en schip, en daarmee uitstraalt, voor elk probleem wat je met je kind hebt, is ook een oplossing verkrijgbaar. Namelijk bij de gemeente of in de jeugdhulp. Maar ondertussen staat wel in dezezelfde wet niet medicaliseren graag. En dus daar zit ook iets geks. Er zit iets vreemds in. He, beelden die van belang zijn rondom het hele normaliseren, rondom dat hele medicaliseren. Goed, wat hebben we dan nu? En nogmaals, ik ga veel te kort door de bocht. Er valt veel meer over te zeggen. Maar ik moest een Zoom school van ongeveer een uur doen. Maar even om aan te geven hoe belangrijk die beelden vanuit die omgeving zijn. De rol van ouders, de rol van leraren, de rol van de overheid met de beste bedoelingen. Maar wat zijn daarvan de effecten? En natuurlijk speelt er veel meer. Ik laat bijvoorbeeld het hele verhaal rondom social media laat ik bijvoorbeeld liggen. Of de opkomst van de psychiatrie als een maatschappelijk fenomeen. Ook daar weet ik nu niet zoveel over uit. Want dat laatste, hè, dat verdient een veel uitvoeriger betoog, maar ik denk dat u allemaal kunt voorstellen dat we steeds meer en steeds sneller, en we, dat zijn zeg maar de psychologen, de psychiaters en voor een deel ook wetenschap, steeds meer gedrag van kinderen, wat zeg maar aan de buitenkanten van de normaalverdeling zien. En eigenlijk behoort tot de normale variabiliteit, tot een stoornis of afwijkend zijn gaan beschouwen. En tot iets wat toebehoort aan de psychiatrie of de psychologie. En daarmee dus ook steeds meer waarvan we zeggen, oh ja, daarvoor moet je eigenlijk bij de jeugdhulp terecht. En dat is aan de ene kant de formele medicalisering. Hè, dat zou je bijvoorbeeld kunnen zien doordat het aantal stoornissen is toegenomen in de afgelopen tijd. Maar ook met iets wat we dan concept creep noemen. Namelijk dat we onder een bepaald concept steeds meer zijn gaan zien. Bijvoorbeeld, je ziet dat rondom depressie. Ik was pas op een basisschool, daar hoorde ik in de gang twee kinderen van 5 tegen elkaar zeggen, 5 of 6 of zo, van ik ben depressief. En dan denk ik, nou, schijnbaar is het dus steeds meer ook onder die taal gevallen. Dit zijn nou kinderen, maar je hoort het ook om je heen. Er wordt steeds makkelijker gezegd, ik ben depressief. Dus die term, schijnbaar zijn we daar steeds meer onder gaan verstaan. Dat is het maatschappelijk effect waar we het mee te doen hebben. In dat alles, hè, dus we hebben nu een aantal van die elementen, in dat alles speelt ook deze ontwikkeling een belangrijke rol. Namelijk dat er een grote focus ligt op de samenwerking tussen onderwijs en zorg. Hè, en als er nou één context is waarin we, hè, waar we het net al wat over hadden, presteren, opzichte van de norm, variabiliteit, en je gaat daar dan ook nog die verbinding beter maken, dus je gaat daar ook nog jeugd op tegenaan zetten tegen dat onderwijs, is het dan niet gek, of is het dan eigenlijk niet heel logisch, dat er steeds meer kinderen zijn die schijnbaar die zorg nodig hebben? En zou dat dan ook niet een van de redenen zijn waarom steeds meer gemeenten ook gewoon niet meer uitkomen met hun middelen. En dit is een beetje de olifant. Ik heb daar een columnpje over geschreven samen met mijn collega Dorien Geraas. Is dat dan ook niet het effect wat we zelf een beetje veroorzaken? Als we steeds meer met die blik en met die blik gaan kijken, ook in scholen,
dan is het eigenlijk logisch dat er steeds meer kinderen zijn die die zorg ook nodig hebben. En de vraag is dat wel altijd goed? Soms wel, maar is dat altijd goed? En als we die manier van kijken in die scholen aanbrengen, laten we dan niet een heleboel oplossingsmogelijkheden liggen. En dan zijn we rond met die transformatie. Want ik denk, als we met andere bril gaan kijken, dus we gaan een andere lens gebruiken, dat we misschien wel bij heel andere verklaringen voor gedrag, of bij heel andere oplossingen ook, voor dingen die we nu als een probleem zien, gaan uitkomen. Nog even iets dieper ingaan op dat medicaliseren. Dat medicaliseren is eigenlijk het proces, en ik gebruik hier even een verwijzing die ook aangehaald is in dit rapport van de RVS. Het proces waarbij voorheen niet-medische problemen worden gedefinieerd en behandeld als medische problemen. En wat misschien goed is om te zeggen, dat is niet alleen in de jeugdzorg zo, of in de jeugdhulp zo, of onder jeugd zo. Er was een poosje geleden iemand bij Jinek, en die was bezig met een pil te ontwikkelen tegen eenzaamheid. En op het moment dat die pil dus wordt uitgebracht, dan moet je naar de huisarts om zo'n pil te halen, en wordt eenzaamheid dus min of meer een medisch probleem. Nou, dat is een beetje die dynamiek. En als je dan wat meer in de praktijk gaat kijken, dan zie je een beetje dit thema steeds terug. Hoe gaat dan dat medicaliserend handelen? Het begint met taal. Namelijk langzamerhand wordt een probleem in medische, psychologische, psychiatrische taal besproken. Namelijk, er wordt gezegd, hij is wel heel druk de laatste tijd. Misschien heeft hij wel, en dan volgt er vaak een afkorting. He, dat is vaak de eerste stap. Ik mag met regelmaat in lerarenkamers zijn, en dan hoor je dit ook echt terug. He, dan is er een probleem, en dan wordt ineens heel snel gezegd, misschien heeft hij wel, en dan denk ik, oh wacht, nu gaat de psychologische, psychiatrische taal zo'n rol spelen. En stap 2 is dan, ja, eigenlijk vrij logisch, oké, als we dat denken, dan moeten we dat eerst uitzoeken. We kunnen niets doen voordat we precies weten wat er aan de hand is. En 3, en ik vergelijk het maar even met een gebroken been. Stel je hebt pijn, je gaat naar de arts, de arts maakt een foto, die kijkt precies, oké, zo zit die breuk in elkaar. Dan wordt er soms wel een moeilijke Griekse term gebruikt, van nou, dat is dan die breuk. Dan wordt gezegd, nou ja, oké, nu we dit weten, dan weten we ook wat we moeten doen. U heeft al zo lang gips, dan nog een poosje loopgips, dan gaat u naar de fysiotherapeut, en dan komt eigenlijk alles wel weer goed, zo weten we dan. En, wat van belang is, op het moment dat je medisch over zo'n probleem praat, een probleem moet behandeld worden. En je zegt ook niet tegen diegene met het gebroken been, nou, loopt u nog maar eens een poosje rond, en als het over 3 maanden nog zo is, dan... Nou, dit is die manier van redeneren. En nogmaals, dit kom je heel vaak tegen. Het denken in iets heb. En daarbij zitten best wel een aantal denkfouten. En ik ga ze niet allemaal behandelen, maar even, om de boel een beetje te prikkelen. Iets een naam geven, bepaalde gedragingen een naam geven, een stoornisnaam of een klassificatie of een diagnose, is niet hetzelfde als het ook verklaren. Terwijl je wel vaak hoort, oh ja, dat drukke gedrag, dat komt door zo'n ADHD. Nee, dat is niet zo. Dat drukke gedrag, dat noemen psychologen en psychiaters, noemen dat ADHD. Maar het zegt niets over iets van een verklaring. Terwijl dat wel heel vaak wordt opgevoerd. Een diagnose stellen of een klassificatie zegt eigenlijk nog heel weinig over welke vorm van behandeling je nodig hebt. Dat zijn we wel gaan denken, hè, doordat bijvoorbeeld zorgverzekeraars een diagnose als een eis stelden. Maar als je in de wetenschappelijke literatuur kijkt, zie je maar een hele zwakke correlatie tussen een diagnose en een behandeling die naar verluidt het beste zou werken. En helemaal, de laatste is ook nog wel van belang. Een diagnose zegt ook niets, een gestelde diagnose, over hoe het later met je zal gaan. Ze zijn heel weinig voorspellend. En dat is dus anders dan het gebroken been. Voor een gebroken been ga je naar de arts omdat je pijn hebt. De arts vindt dan wat het is. En die weet, nou zo en zo verloopt dat. Dat is bij medische diagnoses, bij psychologische, psychiatrische diagnoses en helemaal bij kinderen echt anders. En die functie, die moet een diagnose of een klassificatie dan eigenlijk ook helemaal niet krijgen. Terwijl je dat wel heel vaak ziet in de contexten waar kinderen veel zijn. In een gezin of bijvoorbeeld op school. Even inbreken? Ja. We kregen een vraag binnen van hoe kijk jij dan eigenlijk aan tegen de huidige DSM? Want die gooit nu alles onder één noemer en differentieert niet. Hoe kijk jij daar tegenaan als je ook dit verhaal zo...
Hoe kijk jij tegen de huidige DSM? Die gooit meer onder één noemer, maar nog niet alles, want die maakt nog heel veel onderscheid in allerlei categorieën. Als het gaat om die DSM, dan is dat een manier waarop psychologen en psychiaters hebben bedacht, wij noemen dit en dit gedrag, als je aan deze en deze kenmerken voldoet, geven wij dat die en die naam. En wat mijn punt vooral is, is dat het niet altijd helpt om in andere contexten dan in de context van die psychologen en psychiaters deze DSM te gebruiken. Omdat het afleidt, en dan ga ik even door naar het... omdat het afleidt van het vraagstuk wat we in die context allemaal kunnen doen. En inderdaad, in deze DSM is de boel wat gecomprimeerd en wat gedifferentieerd hier en daar ook. Maar dat vraagt een wat genuanceerde antwoord, omdat het ook nog wel per categorie weer wat verschilt. Dit is voor nu mijn punt in ieder geval. Dat als je die DSM dus in een andere context gaat gebruiken, je eigenlijk niet meer scherp bent welke oplossingen of oorzaken voor gedragingen er in die context zijn. Ik haal hier even een verwijzing van Von Derksen aan, die zegt van ja, als je dus die diagnose als uitgangspunt neemt, dan gebruik je eigenlijk dat psychologisch reductionisme. En dat leidt tot best wel bepaalde kennis, alleen maar van een heel klein deel. En het is juist die context die betekenis geeft. En isolatie uit die context doet die betekenis van gedrag en ook belevingen verdwijnen. Ik denk dat dat een belangrijk punt is. Die manier van kijken vanuit, laten we zeggen, jeugdhulp of kinder- en jeugdpsychiatrie. Dat die context alleen wel heel erg belangrijk is, dat blijkt bijvoorbeeld hieruit. En ik noem nu maar drie voorbeelden. Bijvoorbeeld het relatieve leeftijdseffect bij ADHD. Dat de jongste kinderen in de klas een grotere kans hebben om de diagnose ADHD te krijgen. Het is dus echt jong gedrag van kinderen, het relatieve leeftijdseffect, het effect ten opzichte van anderen, is hierin een grote voorspeller. En dat is eigenlijk ook wel logisch, want als je weet hoe rekenmethodes bijvoorbeeld in elkaar zitten, dan moeten alle kinderen in de klas even lang aan hun rekenen kunnen zitten. Maar als je de jongste van de klas bent en je bent ook nog een jongetje en je lukt dat allemaal niet zo goed, ja, dan ga je gedragingen vertonen. En dan ga je aan lijden, dan moet je ook, dat is vervelend, het geeft overlast, ga je gedragingen vertonen die we in de psychologie en de psychiatrie ADHD noemen. Maar zou er dan niet een oplossing zijn in de context, vraag je je af. Een andere is dat voor een leraar die context ook belangrijk is om te kijken wat is afwijkend of niet. Dus als een leraar één of twee kinderen afwijkend vindt, dan vindt hij er vaak veel meer afwijkend. Dat is het tweede onderzoek. En het derde is ook een prachtig onderzoek in het kleuteronderwijs. Ondergemiddeld is niet hetzelfde als onvoldoende. We zijn gaan denken dat als je ondergemiddeld scoort, dat dat hetzelfde is als onvoldoende. En deze onderzoeken laat prachtig zien hoe we daar eigenlijk maar heel moeilijk mee kunnen leven. En we ook kinderen die dan ondergemiddeld scoren flink bijles gaan geven, om ervoor te zorgen dat ze weer bovengemiddeld gaan scoren. En niet aan denken dat daarmee het gemiddelde waarschijnlijk ook iets gaat stijgen. Dus wat is dan het normaliseren? Het normaliseren is allereerst het herwaarderen van variabiliteit. Dus een context zo maken dat daarin die variabiliteit er kan zijn. En dus het zoeken van verklaringen en oplossingen met een andere lens. In de context. Daar moeten we zijn. Dat is best hardnekkig. Dit zijn van die berichten die komen één keer in zoveel tijd eens even terug. 3 op de 10 jongeren voelen zich depressief. Nou, wat we dan vaak doen is zeggen, we moeten eigenlijk preventief zijn. We moeten er eerder bij zijn. Hoe eerder, hoe beter. En vandaar dat het vrij logisch was dat dit bericht kwam. We moeten dreumsen, kinderen van 1 of 2 jaar, al testen op stress. Want hoe eerder, hoe beter. Terwijl we overigens in de wetenschap eigenlijk maar heel weinig evidentie hebben dat hoe eerder, hoe beter ook altijd echt beter is. Een overigens heel aardig geschreven boek van deze schrijver, superkrachten in je hoofd, een soort van mindfulness, ook voor kinderen. Kinderen beter voorbereiden op de maatschappij. Dus dat ze zich daartoe kunnen verhouden, weerbaarder worden. En hier zie je al iets terug van dat beeld van aan het begin. Je bent zelf verantwoordelijk voor je gezondheid. Zorg dat je je boeken leest. En dit als een voorbeeld van een... Universiteit van Gent, stel nou dat je over een jaar suïcidaal bent, ga dan alvast maar in behandeling. En wat wel heel aardig is, als je hieronder kijkt, bij dat meer bewegen, de behandeling zonder
persoonlijke begeleiding. Nou, moedigt aan om meer te bewegen. Zie je wel, verkeerde keuze, te weinig bewogen. Ook wordt de student aangemoedigd zijn dag- en nachtritme. Zie je wel, hij had maar beter moeten slapen. Wat eventueel helpt om depressies te voorkomen. He, dus hier zit dat ideaalbeeld in. Zo vroeg mogelijk naar die arts. Goede keuzes maken. Zelf verantwoordelijk. Terwijl, als we nou eens naar dat hele stress- en depressieverhaal onder jongeren kijken. Dat is ook een van de onderzoeken die we nu vanuit het lectoraat doen met een aantal grote VO-scholen in Zwolle. Is dat er eigenlijk een hele grote link is tussen de angst en de depressie in de omgeving. En de druk op kinderen. En de depressie bij kinderen zelf. Of de ontwikkeling van dat soort gevoelens bij kinderen zelf. Of dat we hier een link zien in dit onderzoek. Dit is maar één van de onderzoeken. Tussen de angst bij leraren en de ontwikkeling van angst bij leerlingen. Je ziet hier dus ook weer die context. En waarom grijpen we daar dan niet op in? Waarom gaan we niet die context aanpakken? Er was pas nog een bijeenkomst met experts. Die gingen ook nadenken over depressiviteit. En dan zie je ook dat element als eerder erbij zijn, sneller. Terwijl als je met jongeren spreekt, wat we met regelmaat in jongerenpanels al doen, zeiden jongeren onlangs nog van ja, ik ben eigenlijk best bang dat ik mijn opleiding straks klaar heb, maar gewoon geen baan heb. Omdat we geen huis kunnen krijgen. Of dat ik er eigenlijk helemaal niet zo toe doe. Nou, zijn dat dan niet veel meer aanknopingspunten waar we iets mee zouden kunnen? En dan kom ik bij mijn tweede metafoor. Dat is de metafoor van de speedboot van Dirk te Wachten. Dat is die speedboot die steeds harder gaat varen. En waarin je aan de achterkant steeds meer mensen van de speedboot af ziet vallen. En dan kan je een aantal dingen doen. Je kan namelijk zeggen, we moeten zorgen voor meer reddingsvesten. We moeten meer reddingsvesten hebben in die speedboot, zodat die kinderen die mensen die er afvallen, in ieder geval nog blijven drijven. Of we kunnen zeggen, we moeten investeren in zwemlessen. He, want als we ze maar goed leren zwemmen, dan geeft het in ieder geval, dan biedt dat geen kwaad. En ik vind dit een mooie metafoor voor de manier waarop we bijvoorbeeld ons samenleving, ons onderwijs inrichten. He, we kunnen dus zeggen van, kinderen moeten we weerbaar maken. Of we moeten groepsaanbod gaan creëren in scholen voor kinderen die het moeilijk hebben, die uitvallen. Maar ik denk dat het eigenlijk veel beter is om gewoon tegen die bestuurder van die speedboot te zeggen dat die maar eens wat rustiger moet gaan varen. Dat is een contextoplossing. En die andere zijn oplossingen op het individu, waarmee we ze ook nog een beetje verantwoordelijk maken. Let wel op tijdens je zwemles. Want als je dat niet goed genoeg doet, kun je straks niet zwemmen. Let wel op tijdens je weerbaarheidscursus. Want als je dat niet goed genoeg doet, kan je straks niet mee. Laten we eens even kijken naar die speedboot in het onderwijs. Hier zie je een belangrijk onderzoeksorgaan in de OESO-landen. Dat zijn de landen die zich bezighouden om de economie draaiende te houden op een zo hoog mogelijk niveau. En die hebben een belangrijk onderzoeksorgaan dat heet PISA. En PISA is verantwoordelijk voor onderzoek en vergelijking tussen landen. En als PISA weer onderzoek uitgeeft, dan heeft dat altijd impact. En waar PISA zich nu ook mee bezighoudt, is het sociaal en emotioneel welbevinden van kinderen. Ze hebben nagedacht, waar moeten die kinderen nou aan voldoen als we straks die goede samenleving willen houden? En daarin kunnen we dus iets teruglezen over wat we normaal vinden, of wat we normaal zijn gaan vinden. Ik heb er een aantal dingen uitgehaald en even voor u vertaald. Wat we normaal vinden zijn kinderen die graag boeken lezen. Of normaal vinden we ook, of goed, dat je vrienden hebt met heel veel diverse achtergronden. En wat we absoluut niet moeten hebben, dat zijn die kinderen die niet van verandering houden. Of die niet geïnteresseerd zijn in nieuwe producten. Of die van die rare kleren aan hebben, hè, die onderste. Een conventionele kledingstijl. Dat willen we niet hebben, die kant moet het niet op. Of deze nog. Wat we moeten hebben, dat zijn kinderen die voor het publiek kunnen spreken. Dat vinden we belangrijk, dat moet echt zo zijn. Of die kinderen die lekker druk zijn en veel uren achter elkaar kunnen maken, hard kunnen werken. En wat we niet moeten hebben, dat zijn die kinderen die steeds maar wachten op een ander om het voortouw te nemen. Of die één-op-één communicatie prefereren. Of snel moe zijn. Let wel, dit is een belangrijk adviesorgaan, ook voor onze overheid, hè? Wat hier gebeurt, wat hierin staat. Hier zie je iets van wat we dan schijnbaar normaal vinden. Hier zien we de speedboot voor ons. Maar wat dan wel? He, want we kunnen moeilijk als gemeente of als we kunnen maar moeilijk wat roepen over de speedboot. Wat zouden we nou kunnen doen? Ik kijk ondertussen, komen er allemaal vragen, zie ik. Ja, er zijn een aantal vragen in de Q&A en de chat.
Oké, nou, ik heb eerst een vraag aan jullie, dat is namelijk deze. Weet u welke opvallende deelnemer er meespeelde aan het wereldkampioenschap voetbal in 2018? Doe eens even een gooi. Ja, was een opvallende deelnemer. Ik bedoel dus een land. Een land. Ja, ja pop. Ja, zie daar ook. Ja. Een land, een land. IJsland, ja, IJsland. Nou, dat was direct goed. IJsland, ja. En nu ben ik niet, zeg maar, direct voorstander om alles vanuit allerlei landen één op één op Nederland, zeg maar, te leggen. Maar in IJsland is wel iets, echt iets interessants gebeurd. Want wat er in IJsland is gebeurd, is dat ze daar een enorm alcoholprobleem hadden. Dus jongeren dronken daar echt heel veel alcohol. En toen hebben ze gezegd, hoe gaan we dat nou oplossen? En allerlei programma's zijn er opgezet. Maar wat in ieder geval heel boeiend is aan IJsland, is dat ze hebben gezegd, eigenlijk zou het zo moeten zijn dat alle jongeren of lid zijn van een, nou ja, een teamsport uitoefenen, of lid zijn van een steengoed orkest, waarbij ze dus met elkaar ook muziek maken. En eigenlijk zijn die twee elementen, die contextveranderingen, de basis geweest voor een hele grote verandering in IJsland als het gaat over het aanpakken van het alcoholprobleem. Er werden communities gebouwd waarin ouders een belangrijke rol hadden, elkaar ook steeds meer gingen aanspreken. En ze hebben een heel systeem opgezet, van in ieder geval rondom voetbal, waarin er niet werd geselecteerd. Dus kinderen zaten bij elkaar in het team en bleven lang bij elkaar, leerden zo goed voetballen. Nou, een van de oorzaken van het succes in 2018, overigens deze top WK niet is zo heel goed, maar ze waren er wel. En daar zie je iets moois. Want wat we daar in ieder geval van kunnen leren, naast nog heel veel meer, en volgens mij zijn er onder u ook die nog heel veel meer weten over wat er in IJsland allemaal gebeurt, maar is dat het dus loont om iets te doen in die context. Dat het dus loont om ervoor te zorgen dat kinderen altijd ergens bij horen. Dat ze veel met andere kinderen optrekken. En ik denk dat in dat soort ontwikkelingen, dat daar dus ook sleutels liggen voor ons als het gaat over het normaliseren. Normaliseren is dus weer iets in die context aanpakken. Een beetje leren van IJsland. Ik heb hier een heleboel opgeschreven. Bijvoorbeeld een 1000 dagen aanpak voor de context. Namelijk dat kinderen gewoon lekker kunnen spelen, veilig naar school kunnen gaan. Of naar de kinderopvang kunnen gaan. Dat scholen ruimte krijgen om goed onderwijs te geven. Was onlangs weer, op een aantal scholen hebben ze nu het continu rooster. En het continu rooster is dat kinderen eigenlijk nog minder tijd hebben. Dus nog meer moeten doen in minder tijd. Er was zelfs een school waar tijdens de pauze, waarbij zeg maar een deel van de pauze lestijd was. Dus kinderen moesten eten en ondertussen nog een beetje les opnemen, zeg maar. Dat werd dan vaak een video of een vertelling of iets. Maar het drukt maar door. Kunnen we dat nou niet anders doen? Zouden we nou niet in plaats van daar jeugdhulp tegen aanzetten, kunnen kijken of we bijvoorbeeld een soort van verlengde schooldag zouden kunnen ontwikkelen? En op een school waar heel veel gedoe was tijdens de pauze, onlangs een lerarenkamer, en al heel snel de neiging was van, moeten we daar niet jeugdhulp bij gebruiken om dit te analyseren, in plaats daarvan een sportleraar beschikbaar stellen die pauzes op een bepaalde manier gaat structureren. Of in plaats van alleen maar een BSO na schooltijd, Oh, ik zie dat Bert, dat je hem vastloopt. Of in ieder geval bij mij. Dus we gaan even wachten tot Bert weer terug in de ruimte is. Ja. Nou, dan moeten we heel even wachten tot Bert weer beweegt en kan spreken. Nou. Ja, daar komt Bert weer. Ja, daar ben je weer. Oh, dat ging niet helemaal goed. Nou, nee. Dus in plaats van te snel de stap richting jeugdhulp, ook kijken of er andere mogelijkheden zijn. Een BSO onder schooltijd, zodat er ook op andere manieren, zeg maar, functies kunnen worden toegevoegd aan de school. Ik zie dat je presentatie weg wordt. Moet je even opnieuw delen, denk ik. Ja.
Ondertussen vraagt iemand wat is, want het staat net op de sheet, gewoon goed onderwijs. Wat is gewoon goed onderwijs? Ik kan het goed twee dingen tegelijk, dus ik ben nu okay. mijn ding aan het... Ja. Ben ik weer... is het weer terug? Ja. Wat gewoon goed onderwijs is, nou, een van de gevolgen, volgens mij, van het steeds meer ik nadenken... Ik zie dat Bert weer vastloopt. Vastloopt? In ieder geval bij mij. Nee, loop je niet van... Dat was voor mij. Dat was mijn probleem. Dat scheelt weer. Een van de dingen die je ziet door die enorme druk op samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp, is dat ook die manier van denken vanuit jeugdhulp bijvoorbeeld in de scholen terecht is gekomen. Ik zag onlangs, en dat zie je ook steeds meer, zie je dat terug, is dat bijvoorbeeld ook het welbevinden voor leren is gekomen. En dat is eigenlijk een soort van psychologische notie. Hè? Een kind moet zich eerst welbevinden, en als het zich welbevindt, dan kan het pas leren. Terwijl als je in de pedagogische literatuur kijkt, wordt het eigenlijk altijd omgedraaid. En dan wordt gezegd, een kind gaat zich wel bevinden doordat het leert. En doordat het zich ontwikkelt. En daarom zeg ik goed onderwijs. Er knappen heel veel kinderen op van goed rekenonderwijs. Er knappen ook heel veel kinderen op van goed taalonderwijs. Van ruimte om zich te ontwikkelen. Van oefenen. Van tijd ook om je te ontwikkelen. Dat is voor mij gewoon goed onderwijs. Een voorwaarde echt om die verbinding goed te kunnen maken. En goed onderwijs is ook dat er sprake is van een goed pedagogisch klimaat. Want als dat niet op orde is, dan blijf je rennen als jeugdhulpmedewerker om allerlei brandjes op te lossen. En ja, dat werkt. Hè? Dus dan kun je zeggen, nou, het werkt inderdaad, die samenwerking. Maar eerst is dat pedagogisch klimaat van belang. En analyseer, heb ik ook geschreven. Het is heel erg belangrijk om goed te weten wat er nou precies en wanneer er nou precies zorg wordt ingezet. En voor wie. En waarom eigenlijk? Om ook te kijken van, zit daar een soort van patroon in? Een poosje geleden waren we op een school, daar hebben we dat ook gedaan. En daar bleek eigenlijk gewoon dat er altijd tussen klas 4 en klas 5 zorg werd ingezet. Nou, toen hebben we dat dus ontwikkeld en gekeken van, wat is hier nou aan de hand? Hoe kunnen we dat nou anders doen? En we hebben daar, zijn we uiteindelijk gaan toewerken naar een soort van 4-5 combinatie groepachtige setting. We hebben daar een heel andere oplossing gekozen. Zorg voor meer arrangementen ook met scholen. Werk als gemeente en onderwijs daar ook op samen. Oude groepen opzetten bijvoorbeeld. Ondanks prachtig op een school waarbij een leraar aan het begin van het jaar niet vertelde wanneer de gymles was en wat voor rekenmethode er werd gebruikt. Maar tegen ouders zei, we zitten hier vandaag bij elkaar aan het begin van groep 7. En we weten allemaal, dat is best wel een ingewikkeld jaar voor veel leerlingen. En we weten ook, in het vorig jaar werd er hier en daar best nog wel wat gepest. En het is mijn bedoeling om dat met elkaar, met u erbij als ouders, zoals u hier zit, op te lossen. Dus laten we met elkaar ervoor zorgen dat die leerlingen een goed jaar krijgen. En zonder dat ze het wist, werkte deze juf, deze leraar, op een fantastische manier aan een soort van community rond haar klas. Wat later heel goed van pas kwam, toen er inderdaad allerlei vragen waren over een van de leerlingen die een ruitje in ging gooien. En er werd niet direct de stap gemaakt van, oh, misschien is er wat met hem aan de hand. Nee, laten we eerst eens even in die context kijken, met deze groep ouders kijken, wat we daaraan kunnen doen. En dus die context van die community building. Gemeenten zijn echt, die mogen de handen dichtknijpen met scholen waarin dit gebeurt. En daar moeten we zijn. Het ombouwen ook van de jeugdhulpketen. Want soms heb je voor normaliseren de blik van een psychiater echt even nodig. Dat een psychiater tegen ouders kan zeggen, kan geruststellen van er is niets met uw kind aan de hand. En vertrouw het alsjeblieft gewoon weer toe aan de goede handen in het onderwijs. Maar daarvoor moeten wel die psychiater soms aan die voorkant, of die psychologen aan de voorkant van de keten zitten in plaats van helemaal achterin. En zorg dat je beleid dus ook gebaseerd is op die hoop, op inclusiviteit, in plaats van uitgaan van kwetsbaarheid of het kwetsbaarheidsdiscours. En wat denk ik heel erg van belang is, ook afspraken met scholen maken over de noodzakelijkheid van diagnoses. Dat was pas weer bij een groot samenwerkingsverband en er werd een diagnose eigenlijk als een voorwaarde beschouwd voor een plaatsing of voor extra tijd of voor een tablet, noem maar, voor allerlei extra onderwijsvoordelen. Waarom kan dat nou niet op andere manieren en kan dat daar in het OGO af en toe eens overgaan? En het is eigenlijk mijn ervaring dat als je je in die contexten begeeft, je bent op die scholen, je hoort en je luistert, dat je al gauw tot andere oplossingen kunt komen als je daarover het gesprek opent. Nogmaals,
Niet om helemaal de jeugd ook buiten de deur te zetten, maar juist om het ook beschikbaar te houden voor die groep die dat zo hard nodig heeft en ook in de toekomst nodig zal blijven hebben. En ik denk dat daar voor de komende tijd echt een punt ligt, echt iets ligt, wat we op zullen moeten pakken. En waar langzamerhand ook steeds meer ervaringen mee zijn. Want als een van de grote oorzaken van het jeugdhulpgebruik armoede is, dan moeten we niet bij een psychiater zijn, want die kan dat niet oplossen. Dan moeten we niet in de jeugdhulp zijn, want die kan dat allemaal niet oplossen. Toch weten we dat al lang. Dan moeten we daar iets anders aan gaan doen. En ik denk dat gemeenten en scholen, dat we dat gesprek en die dat gesprek veel meer aan zullen moeten gaan op basis van goede analyse wat er op die school gebeurt. En daarmee ben ik in ieder geval aan het einde van mijn verhaal gekomen. Ik heb eigenlijk helemaal geen idee hoe laat het is en hoeveel tijd ik nog heb. Je hebt nog 10 minuten voor de vragen die in de Q&A allemaal zijn gesteld. Oké, dan ga ik daar even naar kijken. Dan moet ik nu wel op de goede knop drukken. We staan bij answered, heb ik ze staan. Zie je ze? Ja, zo, ik heb een van mijn collega Janneke Metselaar. Over de bestuurder van de speedboot. Ja, dat zijn we natuurlijk allemaal zelf. En ook niet helemaal. Hè. Ik bedoel, maar het gaat mij om dat idee. Dat we wel kunnen blijven verbinden tussen onderwijs en jeugdhulp. En dat we wel nog harder kunnen gaan varen. Maar dat het ergens anders omgaat. Het andere gesprek gevoerd moet worden. En dat is inderdaad met de bestuurder van de speedboot. Maar ook met de mensen daaromheen die wel graag willen dat die speedboot snel vaart. Ten diepste gaat deze metafoor vooral om die bewustwording. De bewustwording van dat we ons niet moeten blijven focussen op die zwemvesten en zwemlessen. Hoe belangrijk ze in basis ook zijn. Maar dat we ook onze focus moeten verleggen. En dan wordt er nog een vraag gesteld. Van volwassenen weten dat ze soms gek worden van kantoor thuis. En die kunnen dat sommige kinderen... Nou, dit is echt zo... Ja, prachtig. Dit is meneer mevrouw Joep-Polders die zegt... kunnen kinderen wel in die groepen zijn? Want het is er soms zo lawaaierig. Nou, inderdaad, dat is nou een contextvariabele. En dat is ook iets wat je kunt aanpassen. Of in een kleine ruimte waarin kinderen zitten, waarin het echt een chaos is om die kinderen heen. En sommige kinderen kunnen dat prima aan, maar anderen niet. En dan zie je dus al gauw dat inderdaad die context, de geluiden of de grootte van de groep, of dat die van belang zijn en dat het daar dus inderdaad om gaat. Combinatieklassen, kinderen met of in wijken waar scholen staan met heel veel uitdaging, zeg maar. Ja, dan moet je in die context kijken en dan kom je soms bij dit soort dingen uit. Er wordt gevraagd, zijn kleinere klassen een bewezen oplossing daarvoor? Een van de dingen als je gaat nadenken en redeneren vanuit de context is dat je geen algemene uitspraken kunt doen. Voor sommige scholen en in sommige wijken is een kleine klas echt een heel belangrijk, zou een hele goede oplossing kunnen zijn. En in andere scholen ligt het niet zozeer aan de grootte van de groep, maar bijvoorbeeld aan de tijd die leerlingen hebben. Of aan de tijd die leraren hebben om goed te kunnen schakelen met ouders. Hè. Dus je moet per context, per wijk kijken, hoe gaan we dit in... optimaal forma doen. Even zien, ik zie nog een vraag. Zijn er best practices in het land waar gemeenten samenwerkingsverbanden elkaar gevonden hebben? Nou, ze zijn er soms wel, maar ik zie de mooiste dingen waarin gemeenten rechtstreeks met scholen contact hebben over specifieke aanpakken en specifieke oplossingen die anders niet waren bedacht. Het zijn vaak niet beleidsoplossingen die dan voor het hele samenwerksverband gelden, maar die afgestemd zijn op die plek. Ik was pas op een school, daar hadden ze bijvoorbeeld een gelukswerker. Heel interessant concept. En dat werkt op die school, dat werkt daar. Maar het is niet gezegd dat je dan overal gelukswerkers moet gaan hebben. Nou, zo. En zo weer kijken, daar zit de crux. In het begin werd er nog een vraag gesteld. Hoe kijk je in het verhaal van normaliseren naar meervoudige intelligentie binnen het onderwijs? Ik weet niet of daar meer context nodig is voor die vraag, maar... Nou, het ligt er even aan wat in dit geval onder meervoudige intelligentie wordt verstaan. Okay. Maar in het algemeen, laat ik het dit over zeggen. Als je kijkt naar
inclusief onderwijs bijvoorbeeld, dan zie je eigenlijk twee stromingen in dat inclusieve onderwijs. Je ziet aan de ene kant de stroming die zegt, elk kind met elke eigenschap moet optimaal onderwijs krijgen. En dus zou je het onderwijs moeten aanpassen op ieder kind eigenlijk persoonlijk. Dus meervoudig intelligent, de ADHD'er, de angstige, allemaal moeten ze goed onderwijs. Dat is dat uitgangspunt. Een ander uitgangspunt van inclusief onderwijs, een andere stroming, is eigenlijk de stroming die zegt, je moet eigenlijk niet beginnen bij het kind, maar beginnen bij de context. Je moet eigenlijk zo onderwijs aanbieden dat elk kind er gewoon van profiteert. En ik denk dat dat laatste het meeste past bij de denkrichting die ik in ieder geval in dit verhaal heb uitgewerkt. Dus ik zou niet zozeer specifiek iets voor, of klasjes voor die, of klasjes voor zut, maar meer aan die andere kant gaan zitten. En ik, nou, even een andere stap naar de andere vraag die voorbij komen. Ik word met regelmaat uitgenodigd om op scholen en op voorscholen dit te doen. Dit verhaal te houden. Dat is uitermate boeiend, gaat er ook goed in. Veel leraren willen dit ook. En gelukkig, de meeste leraren doen dit ook. De mooiste presentaties zijn eigenlijk de presentaties waarbij je dit mag doen met de ambtenaren van de gemeente en de leraren en de mensen rondom de school, om samen vervolgens eens na te denken, ja, hoe zit het nou op deze school? Hoe werkt dat nou? En laten we eens goed data verzamelen om daar ook eens verder over na te denken. En dan zo'n kleurplaat is mooi in te kleuren en te zeggen van, goed, wat gaan we hier dan allemaal doen? En hoe gaan we dat doen? En wie? En welke poppetjes? En nou, ja, dat is mooi van dit soort presentaties om dat in die context ook te doen. Ja, nee, nou, ik zie nu meervoudige intelligentie dat het ook om meerdere talenten en zo gaat. Ja, volgens mij ligt dat heel erg in de lijn met wat ik ook betoog. In het begin werd ook nog de vraag gesteld, voordat we die vergeten, terwijl iemand heel ijverig gewoon in het begin een vraag had gesteld. Hoe kunnen we de overheden helpen om hun perspectief te checken en uit te dagen met dat van het gewone leven? Of hoe hebben deze overheden dat zelf geborgd? Ja, goede vraag. Ik denk dat er veel overheden, veel gemeenten zijn die echt druk zijn met dat normaliseren. En ik denk ook dat het op steeds meer plekken ook best wel, of in ieder geval steeds beter gaat. Dus gemeenten zijn zich daar steeds meer van bewust. Dat moeten ze ook, of moeten we ook, maak er ook deel van uit, omdat het gewoon anders veel te duur wordt. Maar ik denk dat maar weinig wordt nagedacht over welke stromingen of welke tendensen maken dat we steeds meer medicaliseren. En in de traditionele medicaliseringsgedachte maken we daar bijvoorbeeld de artsen ook schuldig aan. Hè? Zeggen dat komt door die artsen, die willen die. Maar dat is eigenlijk, dat zijn hele oude vormen van medicaliseren. Nu kun je niet anders zeggen dan dat er heel veel tendensen zijn, losse tendensen zijn, die maken dat we steeds meer en steeds makkelijker de stap naar jeugdhulp maken. En dan heb ik bijvoorbeeld nog helemaal niet gehad over echtscheidingsproblematiek, ook zo'n variabele. Ik denk dat het tijd wordt voor de laatste vraag alweer. Als er dan nog andere vragen openstaan, gaan we kijken of we die nog via de mail kunnen beantwoorden. Maar ik zie hier iemand die vraagt, of die aangeeft, ik was wel verbaasd over je punt, dat een diagnose maar zeer beperkt richting geeft voor mogelijke oplossingen. Kun je dat misschien iets meer toelichten? Ja, ik zou het dan wel graag op twee manieren willen toelichten. En de ene is, als je puur wetenschappelijk kijkt. Ik heb ook in mijn presentatie een aantal verwijzingen daarvoor gegeven. Is dat als het gaat om, in ieder geval het correlationeel verband tussen een diagnose en de juiste behandeling, is niet voor alle stoornissen echt heel erg groot. Dus in die zin helpt het wat minder. Dus dat is de wetenschappelijke kant. Andere kant, dat is meer de pragmatische praktijkkant. Ik heb dat ook wel geprobeerd te onderzoeken onder leraren met de vraag van, wat heb je nou aan een diagnose in jouw praktijk? Oh, we hebben nog kinderen in beeld, dat is helemaal leuk. Wat heb je nou aan een diagnose in jouw praktijk? En dan blijkt dat, dat bijvoorbeeld een leraar ook zegt, ja, als ik dan zo'n verslag van een observatie of van een heel diagnostisch traject terugkrijg, dan staat erin dat ik structuur moet bieden, dat ik duidelijkheid moet geven en dat ik aan het einde van de dag moet afronden met het individuele kind. Maar ze zegt, dat doe ik de hele dag. Als ik dat niet doe, dan heb ik geen leven. Ja, dus, een diagnose zelf is ook niet direct van nut in de praktijk van die context. Nou, dat is waar ik op doel.
En dat doe ik wat minder bijvoorbeeld op hoe heet het ook alweer? Nou, dan kom ik niet op de naam, dat is ook wat. Dat je steeds blijft kijken naar kinderen en steeds diagnosticerend handelt. Kijk, dat is net wat andere methodiek. Hey, we hebben precies het uur vol. Dus Bert, ik weet niet of jij nog laatste woorden hebt. Dat klinkt heel laatste definitief. Laatste woorden. Nee, leuk. Ja, ik vind, ja, het blijft een beetje bijzonder om zo te communiceren. Ik zit hier een beetje in mijn kamertje. Maar ik vond het wel leuk. Ik hoop ook dat ik de meeste vragen wat heb beantwoord. Ja. En mocht dat nou niet zo zijn, ik heb mijn mailadres hier opgeschreven. b.wienen@windesheim.nl. Dan ben ik heel graag bereid om dat nog eens toe te lichten. Of nog eens te bellen of iets dergelijks. Dat is geen enkel probleem. Maar dank jullie wel. Nou, heel erg bedankt Bert voor je uren aan informatie. Ik zie al heel veel reacties binnenkomen van inspirerend, bedankt. En fijne verwijzingen naar literatuur. Dus volgens mij hebben we een mooi uur achter de rug. Dus heel erg bedankt aan iedereen nog. We hebben het helemaal opgenomen. We sturen het ook naar jullie op. Dus stuur het ook vooral door binnen jullie netwerk. Naar personen die het eventueel ook interessant vinden. Dan hoop ik jullie een volgende keer weer te zien. We hebben volgende week nog 3 sessies staan. En wie weet een vervolg in de herfst of een later tijdstip. Maar tot de volgende keer allemaal. Dank jullie wel. Ik zal even wachten tot iedereen... Kijk, komen mooie reacties binnen. Ik moet nog een middel vinden dat het dan...